En we blowen nog even in de peerske sfeer. Het is al heel wat jaren een wieren traditie bij de Spitgate op de Harkema. Het speciale peerskefeest. Vanzelfs mij de peerskehazen hier net ontbreken. Mijn moeder werkt hier, dus mijn moeder vroeg me ooit eens om paashaas te zijn. En toen dacht ik, ja, dat vind ik wel leuk. En toen ben ik dit wel leuk gaan vinden. Dus daarom doe ik dit eigenlijk. Ik heb er op het terrein net verskate orde woordhuiskestenen een speurtocht uitzet. Er komen Elsie je zeker toezen ben en volwoeksenen op het peerske festijn aan. Het is echt dat juist dat ouders je nou komen met ben die je zelf als ben west ha. Dus ja, het is wel iets dat een traditie is voor een pruttemeesken om peerske men je naar de spit kijkt. Vervelen docht je als Bennet zo gauw. Nou, ik ben al een broodje bakken. En hoe gaat het? Goed. Ja, is het echt moeilijk? Ja. Ja, want waar moet je op letten dan? Om het draaien. Want oors? Verbranden ze. Nou, het is peerske dij, gewoon gezellig er even op uit. Het is mooi waar, even met z'n hand. En dan nou ja, maak het even een mooie start van de dij. Nee, als ze verstoppen, probeer ze dan ook extra moeilijk te maken. Ja, maar als kinderen me achtervolgen, dan ga ik ze niet verstoppen. Want dan weten ze natuurlijk waar de eieren liggen. Dus dat is niet zo handig.